in de beker tegen ADO Den Haag. Na de nederlaag tegen Sparta Rotterdam afgelopen weekend is een overwinning hard nodig. Trainer Peter Huballa was vanzelfsprekend niet blij met die wedstrijd. Ja, we hebben door uh, heel veel minuten we niet zo in de wedstrijd gezeten. Bijzonders defensief. Hè? Ik vind, uh, um, als je afslaat en defensief in de organisatie staat, is de ene kant. Maar op de andere kant moet je natuurlijk ja, de bal drukken. Sparta kan dan die bal nog in de box aannemen. En dat was natuurlijk eigenlijk van ons grootste hobby. En dat is nu echt strijd en power brengen. Zo hebben we ook de punten gehaald in de eerste drie wedstrijden. Dat hebben we niet laten zien. Niet over de hele wedstrijd, maar toch heel vele fasen van de wedstrijd. En daarom hebben we ook verloren. En natuurlijk ook. Je moet natuurlijk ook een beetje power brengen en de bal houden in de offensieve. Maar daar moet je ook strijd voor hebben. Ne? Niet alleen een tackle te brengen. Je moet je ook maar uh, Ballen houden, aansluiten. Dan hebben we drie, vier zo ja, halve mogelijkheden gehad. Maar dat was natuurlijk veel te weinig. En, uh, dat weet iedere speler en dat weet ook iedere trainer. De wedstrijd tegen Sparta was ronduit slecht te noemen. Maar daar wil Hubala niet bij stil blijven staan. Ja, uh, dat, uh, ja Maar dat was één wedstrijd nu. Uh, morgen komt er nu de volgende wedstrijd. En we kunnen heel lang uh, nu aan de wedstrijd hangen blijven. Uh, wat we als trainers altijd doen kunnen, is uh, praten, video en natuurlijk even emoties leveren. Maar dat probeer ik ook. En, maar in deze wedstrijd is het niet zo overgekomen. En uh, ja, hebben wij hebben vaak het niet goed gedaan. Ik denk uh, tactische ideeën waren daar. Maar je, je moet de tactiek met power invullen. De, de invoering, de, invullen, dat, de invulling, dat, is, dat was het probleem. En dat moeten we, dat moeten we beter doen. Uh, Anders ja, kregen we um, geen punten in, in de volgende wedstrijden. En die zijn toch heel, heel belangrijk voor ons. Adenhaag Haag had in de Eredivisie een vliegende start en presteert bovenmaats. Uballa kent volgens hem typische Nederlandse speelstijl van Ado gelukkig goed. Ja, ze zijn weer snelle vleugelspelers. Dat zeg jij ja, altijd hier in Nederland. Daar gaat het, als ze 4-3-3 speelt, gaat het toch altijd toch heel veel over vleugel. Iedereen werkt echt mee bij, bij Ado. Maar nu hebben ze ook een beetje een klap gekregen uh, tegen Twente. Zo komen ze natuurlijk ook met. Uh, ja, ze willen natuurlijk ook power. En willen ook weer uh, supporters laten zien dat ze het ook beter kunnen. Uh, ja, die plan natuurlijk een goede nummer 10. En uh, ook weer goede individuele spelers. Die hun de eerste wedstrijden echt goed laten zien hebben. En um, ook tegen twente heb je ook weer sequenties gezien um, in een omschraak en offensief. Hey, goed over, over, over de vleugels. Daar moeten we natuurlijk echt tegenhouden. En um, dat is het eerste nu. Weet je, we moeten nog simpel nu blijven en niet te gecompliceerd alles doen. So, um, dat het moeilijk wordt, dat wisten we maar voor het seizoen. Dat weten we nu nog meer. En, uh, maar de moeilijkheden moeten we een beetje wegduwen. En niet uh, uit elkaar vliegen, doen we niet. Maar uh, we moeten nu uh, ja, echt power brengen tegen Rado. Dat Uballa veel roleert met spelers, is volgens hem niet gek. Ja, maar dat komt natuurlijk ook op. De, uh, ik heb van de, als je van de eerste voorbereidingsdag de hele, uh, de hele selectie hebt, dan is het top. Dan kan je over een doel. Trainen. Zo komt iemand na drie weken, iemand komt na vier weken. En daar sta je nog niet op de stand natuurlijk van uh, ja, hoe lang trainen we? 14 weken of zoiets. En uh, je moet, er, ja, en nu hebben we ook een linksback die is gekomen met André Formitschov, maar die is niet fit. Zo, en dan denken we als trainer: oké, okay, wat doen we nu? Uh, laten we maar uh, een beetje beginnen, alsof 45 minuten spelen, of 60 minuten, of 90 minuten. En dat zijn zo die ideeën die we natuurlijk hebben als trainer. Um... Ja, en, en uh, morgen komt een nieuw idee. De bestuurlijke crisis die binnen NEC speelt, is gelukkig makkelijk afzijdig te houden van de spelers, zegt Uballa. Ja, uh, we praten toch heel veel over voetbal. Dat, is, uh, dat moet je uit de hoofd krijgen, en, uh, en deze dingen moet je ook Bart van Ingen vragen, en niet mee. Die kan het betere antwoord geven. Liever een tiende plek in de Eredivisie, maar slechts de eerste ronde van de Beker? Of vijftiende, maar wel de halve finale? Nee, de eerste is handhaving. Ne? Dat is alles. Alles andere is eigenlijk niet belangrijk. Maar toch, uh, ja, morgen komen supporters. Morgen is het stadion. Ik denk niet heel vol, maar toch komen weken. En uh, je moet ook professioneel zien. Ze betalen geld daarvoor. Ze dus komen, ja, willen ze zien. Ze willen zien dat NEC wint. Zo, en uh, je kan ook heel veel psycholo psychologische positieve dingen uit de Beker halen. Ne? Ik heb met allemaal niet voor vijf jaar tot het kwartfinale, als tweede Bundesliga team en we heel lang in de beker gezeten. Dat was natuurlijk goed. Dat is ook goed voor de motivatie in het team. En daarom willen we dat absoluut winnen. En ja, gaan 100 procent. Woensdagavond om 8 uur in het Grofwoordstadion in Nijmegen. NEC tegen ADO Den Haag voor de beker. <fys>